En op deze lorry bevindt zich een bak en daar moet de emmers water in worden gegooid. Hoe meer, hoe liever. En dat is dan Aalten in actie. U hoeft haast thuis niet te kijken, dames en heren, u kunt het horen. En nu moet deze lorry opgeduwd worden tot zover. En dan moet de lorry op eigen kracht opgevangen aan de andere kant door lasso's. En daar zijn die lasso's en die moeten om dat paaltje heen. Mis! En dan gaat de lorry terug. En het water is verloren onder deze brug. En kan men weer van vooraf aan beginnen. Aan het eind van de lorrybaan, daar staat een weegschaal. En het overgebrachte water, dat wordt gewogen. 2, 4, 6, 7 emmertjes van zo'n 8 liter water zijn erin. En dan gaat de lorry weer omhoog. Duwen maar, Aalten. 6 emmers zitten erin. En nu aan de andere kant, daar staat de gymnastiekjuffrouw van Aalten, Marjan van der Drift. En Hans Wensink, de huisschilder. En die hebben met hun lasso's de bak gevangen. De bak gaat om en u ziet voor in uw beeld het gootje. Daar loopt dat water dan over, als het goed is. En dan in een ton. En die ton staat op een bascule. En daar vallen dan de eerste brede stromen water omlaag. En via de goot op de bascule, en zullen wij zo direct horen hoe groot het gewicht is wat het Aaltense team op de lorrybaan heeft overgebracht. Maar de 3 minuten zijn nog niet om. Ze mogen het nog een keer proberen. Want er wordt pas geschoten wanneer 3 minuten voorbij zijn. Dus Aalten pakt zijn kans. Jongens, jongens, wat zijn ze driftig met dat water. Hup, daar gaat hij weer. Klein aanloopje. Let u op, de zandzakken houden de mannen tegen. En de lorry gaat op eigen kracht. En daar staan de Aaltense Cowboys. En die hebben hem weer. En nu heel vlug, Hans Wensink, de 19-jarige huisschilder van Aalten, die mikt de bak om. En dat doet hij rustig. Geen noten van Aalten, hè? Ja.
Ja, dat moet je wel maar. Nee, dan moet je er één inkriek, man. Ja. Is dat wel eens gebeurd dat er één inviel? Ja. Eerst Jora, wij gaan naar zien. Daar ben je aan de beurt, hè. Jos, het is vandaag plottenbouwdag 1998. Ja. We hoorden gisteren bij de persconferentie dat er heel veel bezoekers kwamen uit het westen van het land. Ja, dat is waar, dat klopt. Ja. Ongeveer de helft van de bezoekers komt uit de Achterhoek, 50%, en de andere 50% uit de rest van Nederland. En daar waren ongeveer 15% in Overijssel, 15% zo'n beetje uit de rest van Gelderland, dus de Veluwe, steden als Apeldoorn, Arnhem, de Betuwe. En ook ongeveer 15%, dat is toch vrij veel, zijn er toch meer dan 1000, uit de overige 10 provincies. Dus Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. En vooral Zuid-Holland is goed vertegenwoordigd. De bezoekers uit de gemeente Aalten, dat kon nog wel iets beter zijn. Dat moet wat ons betreft best nog wel wat meer worden, ja. Ja. Ongeveer 10% van onze bezoekers komen uit de gemeente Aalten, de helft uit Bredevoort, de andere helft uit de rest van de gemeente Aalten. Maar je weet natuurlijk, de gemeente is veel groter dan Bredevoort alleen, dus wij hopen eigenlijk wel dat er dit jaar veel mensen uit Aalten en uit de buurtschappen komen. Het is ons eigen de atlas, een kleine vlek, met al die boeken op het rek. Ja, het is de plek waar je hoort, het is ons eigen Bredevoort.
to light the liberation fire. From Wageningen and the lighting of the Freedom Fire here at Aalten, we commemorate the liberation of the Netherlands. World War II began 55 years ago. 50 years ago, on the 5th of May, the war came to an end. A horrible time ended. A lot of people do remember that time. Amongst us are 200 Canadians. 100 of them came then as soldiers to liberate the Netherlands. We are very pleased that you can join us in celebrating this liberation ceremony. Strongs, dit jaar 1998 nogal kleurrijk verkleed. Waar is de aanleiding? Aanleiding hiertoe is het ophalen van de koning met de koningin. We hebben ons als onderdaan afgelopen jaar hebben we ons super zo besteld. Dus ja. We moeten dat zien hoe ons goed voor de dag laten komen met de komende feestelijkheden. Dus idee is dat we ons als marionetten of geluk was. Dansmarie. We gaan dadelijk met onze karren weg en fietskarren, dus herstel.
En daar houden dus de koning en de koningin mee ophalen. Die mag dadelijk ver opzitten. En zo doen we hopen die met ons allen de optocht nog een beetje op de kleur verleuren. Jan, waarom zijn die net een neurien? Omdat de bedoeling was om straks een oubade te brengen aan het bruidspaar dat met al die hindernissen toch vanmiddag hier gaat trouwen. En het comité Aaltendagen wilde daar iets tegenover stellen in de vorm van een muzikale oubade en nog wat andere ludieke zaken, maar daar kan ik niks over vertellen nog. Nee, dat maar de trekzakgroep A gaat dus wel iets doen. Ja, een klein deel ervan. En dat mag je wel verklappen? Dat mag ik wel verklappen. Wij gaan straks het alombekende lied Waar is vrouw bruid? Wij willen haar zien spelen voor het bruidspaar. Maar of het bij aankomst of na het huwelijk gebeurt, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dat is dus nog een verrassing. Ja. Ik denk ook daaraan. Evert, hebben jullie dat lied geoefend? We hebben het ooit eens gespeeld en ik ken de wijs. Maar ik moet wel even geholpen worden. We zullen wel zien dat het lukt. Maar niet speciaal voor deze middag geopend? Nee, niet speciaal voor, want het kwam opzetten. Gisteren geloof ik. Ja, dan? Ja. Ja, gisteren is de afspraak gemaakt dat we dat nu zouden doen. Dat werd vroeger op bruiloft bij vastgevrouwen besteld.
stevast gezongen tijdens het feest met de voorbereiding. Ja. Ja.